Zo, ik ga eens even naar de kruidvat strepsels halen voor Emily. En nou ja, gewoon allemaal dat soort dingen even doen. De koffie smaakt niet meer als potgrond, maar als slappe koffie. Nou ja, beter dan niks, toch? Top 2000 staat aan. Ik ben lekker een boek aan het lezen. Nou ja, de laatste live van dit jaar. Daar gaan we zo beginnen. Dus ik ga hier vast dingen klaarzetten. Ik kan nog wel even uit. De laatste dag van het jaar. Nou ja, ene laatste dag eigenlijk. Maar dit is wel dus ja, de oud en nieuw vlog stiekem. Jullie zitten alweer een week in het nieuwe jaar. En dat is soms best wel lastig als je dus een week vooruit filmt. Dat voor jullie zijn dingen al geweest en voor mij zijn dingen nu actueel. Dat is een bewuste keuze. Maar goed, het zij zo. Gaan we het gewoon even mee doen. En ik ga eens even mijn hond uitlaten. Ik lag eigenlijk een beetje nieuws te kijken. En die gaat op een gegeven moment zoiets van, oké, ik ben wakker, we gaan naar beneden. Nou, dat was even over 8. Het is nu 8:10. Dus we gaan een rondje lopen. Hopelijk is het nu droog. Het zou vandaag een natte dag en morgen ook. Dus we gaan het zien. Maar wij gaan wandelen. Zo, ik ga eens even naar de kruidvat strepsels halen voor Emily. En nou ja, gewoon allemaal dat soort dingen even doen. Dus ik ga eventjes de deur uit. Ik ben ondertussen de podcast van Bram de Wijs aan het luisteren. Vind ik heerlijk om zo tussendoor te doen. En ik ben nog niet zo lang lid van Team Kijk Maar Even. Dus ik heb nog een heleboel in te halen. Zometeen ga ik voor het eerst in een heleboel dagen koffie drinken. Want ik had geen smaak, dus de koffie smaakte ook naar niks. Dus ik had maar gewoon oploskoffie gedaan. Maar ik heb nu zin in koffie. Dus dat is A, een overwinning. En hij ruikt echt heel lekker. Dit is mokka koffie. Dat is mijn favoriete. Dus dat had ik mezelf voor de kerst gegeven. Ik denk, nou ja. Dus daar ga ik lekker van genieten zo. Dus komt goed. De koffie smaakt niet meer als potgrond, maar als slappe koffie. Nou ja, beter dan niks, toch? Top 2000 staat aan. Ik ben lekker een boek aan het lezen. Nou ja, ik doe een poging om een boek te lezen. Maar ik ga nu heel eventjes op pad om een cadeautje voor mijn moeder te regelen. Tenminste, mijn cadeautje komt nog met de post. Deel 1, deel 2 zit in de tas. Een boek en een kalender. Deel 3 komt dus met de post. Maar ik haal ook een cadeautje voor een tante, want die woont heel ver weg. En die heeft gevraagd of ik dat even wil regelen, dus dat ga ik doen. Deel 1 kan ik daar morgen ophalen in de buurt. Dat is een cadeaubon, ik kan dat rustig zeggen, want deze video komt toch pas 7 januari uit. Een cadeaubon. En ik wil daar even een bloemetje bij doen, dus dat ga ik nog even regelen. Dus ik ga eventjes naar... de winkel hier in de buurt om even een bloemetje te regelen. Ga ik echt wel even naar een bloemenwinkel en niet naar de dekenmarkt. Ja, met het nummer dat het zakt wordt het steeds beter. Hoewel er ook al hele leuke liedjes geweest zijn in de hogere regionen. Maar ja, die staan gewoon niet zo in. Maar dit was weer een mooie van Within Temptation. Daar kan ik dan ook weer heel erg van genieten. Verwacht niet iedereen van mij. Maar dat is wel zo. Ik heb post gehad. Eén die kwam de buurvrouw nabrengen, want daar stond het verkeerde huisnummer op. Ik woon op nummer 3, niet op nummer 2. Maar die is binnengekomen van Yannick. Die ga ik in de live doen, want nou, Yannick zit altijd in de live.
En een kaartje van de groentjes. Kijk nou hoe leuk. En daar staat op: lieve Suus, dank voor alles het afgelopen jaar. We wensen jou een snel, flitsend, razend goed 2024. Liefst van de groentjes. Nou, dankjewel. Voor jullie natuurlijk hetzelfde. En ja, zij zitten gewoon op dit moment in een hele moeilijke periode. Heel veel herbeleving. Dit is de periode waarin Mitte echt ziek werd. Het niet goed ging. Dus ja, ik kan me voorstellen dat het voor hun nu echt een hele lastige periode is. Dus ik denk veel aan ze. En dan vind ik het alleen maar knap dat Sarah toch af en toe gewoon lekker even in een live voorbij komt. En ja, weet je, het is gewoon een moeilijke tijd. Laten we veel aan ze denken. En zorgen dat er 18 januari heel veel kaartjes bij hun binnenkomen. Mocht je een kaartje willen sturen, het postbusnummer dat staat onder een video. Zo, wat nieuwe luisterboeken uit, of leesboeken uit de piep gehaald. Tenminste, digitale boeken. En vandaag gaan we een poging doen om het menu van eerste kerstdag nu wel te proeven. Want we eten lekker boerenkool. Ik vroeg aan Emily, waar heb jij zin in? En ze zegt, echt heel vervelend, maar in boerenkool. Ik zei, nou, dan gaan we dat gewoon eten. Want ze heeft verder heeft helemaal geen eetlust. Ik herken het. Ik hoop dat ze straks nog smaak heeft. Als dit gekookt heeft, ga ik lekker even douchen. Dan denk je midden op de dag, ja, dan kan mijn haar even goed drogen voor morgen. Hier staat een prachtige bos bloemen. Heel erg mooi. Toch bij de DK-markt. Want ik ging naar de bloemisterij. En die had een bosje armetierige roosjes voor 12 euro staan. Alleen rozen. En dan moest er nog van alles bij. Want ik vind één bosje rozen een beetje karig. Toen ging ik nog even kijken voor een leuke amaryllisbol. Denk, doe ik dat. 15 euro. Toen dacht ik, we gaan eens even verder het winkelcentrum door. Dus dat heb ik gedaan. En toen zag ik bij de DK-markt dat ze hele mooie donkerrode rozen hadden. En van die leuke bolletjes. En dan nog een roze blaadje. Dus ik ben helemaal blij. Maar goed, ik ben even de boerenkool aan het voorkoken. En dan ga ik zo meteen, als dat klaar is, lekker douchen. Ondertussen was ik naar Welcome to the Jungle van Guns N' Roses aan het luisteren. En die is nu afgelopen. Dus ik ben benieuwd wat we nu gaan krijgen, want het is één feestje. Ik heb het nog even op mijn heupen gehaald. Ik heb nog even een nieuw frituurvet gehaald. Dat staat hier klaar. En de frituurbol zit in de vaatwasser. Nou ja, niet alles. Een deel staat daar, want dat kan je niet in de vaatwasser stoppen, want dat is elektriciteit. En de rest wat erin kan, heb ik eerst schoongemaakt, gewoon met de hand. En dat zit nu lekker op 70 graden. Dat doe ik één keer in zoveel tijd. En daarna maak ik de vaatwasser schoon met speciale vaatwassertabletten. Kom, we gaan. Maar ik ga de hond uitlaten, dat wilde ik eigenlijk gaan vertellen. Douchen is dus nog steeds niet gelukt. Dat ga ik straks doen. Hond uitgelaten. Cadeautje voor mijn moeder is binnengekomen. Vaatwasser draait nog. Tijd voor mij om onder de douche te kruipen. Even het licht aan. Hey Google, zet het licht aan. Beter. Kijk, brand daar, leg een lichtje. Ga ik naar boven douchen als ik dan terugkom. Dan ik lekker in mijn joggingbroek vandaag. Want ik hoef raampje alleen nog maar één keer uit te laten. En nog een klein plasje. Dat uitlaat kan ook in een joggingbroek. Toch? Vind ik. Vind ik wel. Dus tijd om lekker te gaan douchen. De laatste live van dit jaar. Gaan we zo beginnen. Dus ik ga hier vast neer klaarzetten. Ik kan nog wel even uit. Zo, en mijn computer aan. En het knalt hier. Het is echt alsof het 12 uur 's nachts is. Echt niet normaal. Maar goed. Doe je helemaal niks aan. Politie kan er ook gewoon niet tegen wandelen. Want, nee. Goed, ik ga een eindstukje opnemen. Ga ik vast een beginnetje maken met het editen van een video. Huh? Snel nog een rondje met Ravi gelopen. Maar hij wordt niet blij van het weer. En ik ook niet. Goed. Video. Zo. Dat was de laatste live van 2023. Wat was dat leuk. Het was echt super gezellig weer. En, oh ja, mijn staartje kwam nu wel weer uit. Ik had even een paar plukjes vastgezet. Want als je dan voorover gaat hangen met die duimpaint, hangt dat. Oh, echt. Die stekker van deze. Ik heb al een nieuwe stekker in gedaan, maar dat aansluitpunt is niet helemaal goed. Maar ja, ik moet het nog even volhouden. Volgend jaar komt er een nieuwe. Ja, het was echt heel gezellig weer. Heel veel leuke mensen online. Echt een grote groep ook. Die gewoon gezelliger is en meekletst. En
Mensen die ook even, sommigen die alleen even hallo komen zeggen, wat ook helemaal goed is. En dat is het leuke, hè? Je hoeft niet per se te reageren, je mag reageren, je mag gewoon jezelf zijn. Wil je luisteren, luister je alleen. Wil je meekletsen, klets je gezellig mee. Ik vind het allemaal helemaal prima. Ik vraag altijd alleen, wil je een duimpje omhoog doen? Ik vind het superleuk als iemand hooi durft te zeggen, dat mag ook. Ik zie zo leuk mijn kerstboom in de achtergrond. Nog een paar dagen, ga bijna weg. Dat is tijd om op te gaan ruimen. Maar ik ga even wat drinken zoeken, want ik heb nu wel dorst. Want ik had wel wat water er staan, maar dat was toch een beetje weinig. Dus ik ga even wat drinken zoeken en dan ga ik nog lekker even een poosje tv kijken. Het is pas 7:15, dus nog heel avond. Zo, ik ga naar boven. Het is inmiddels 9:15. Ik zit in mijn stoel een beetje dat ik denk, tijd om naar mijn bed te gaan. Dan ga ik daar nog lekker even een boek lezen. En dan... morgenochtend, ik denk dat ik hier 8:30 wegrij of zo, 7:15. Dus ik wel als ik klaar ben, zeg maar. Maar voor nu ga ik in elk geval lekker eventjes mijn bed opzoeken. Ik vind het wel helemaal prima voor nu. Hele goede morgen vanuit Heergewaard. Ik sta op het punt om naar de polder te gaan rijden. Het is 8:15. Dan ben ik daar mooi op tijd. Restje boerenkool voor mijn moeder mee. Ik moet nog even één tas hier aan toevoegen en dan is dit allemaal compleet. Een briefje van de boerenkool kan er nu af, want die staat in mijn krat. Even tanden poetsen en dan ga ik. En dan kom ik in het nieuwe jaar weer terug, zoals elk jaar eigenlijk. Dus mijn haartje al lekker gedaan. Hondje die is naar boven gevlucht, want die vindt het allemaal heel spannend. Dus ik ga even één keer naar de auto lopen met wat spullen. En dan ga ik naar de polder rijden. Hallo, inmiddels zijn we aan het eind van de dag zowat. Nou ja, het is 5:10. Moeders! Is jarig. 76 geworden vandaag. En ze gaat de hond verwennen. Dus ik dacht, dan pak ik de camera maar even bij. We hebben vanmorgen gezellig bezoek gehad. Vanmiddag heb ik een dutje gedaan, want ik was nog steeds moe. Dat heb ik nog meer gedaan. Lekker een rondje met het hondje gelopen. Nou, dat was het eigenlijk wel. Maar, kijk. Hoe maak je vriendjes? Goed zo. Lekker, hè? Oeh. Hoe mooi zit hij? Ik kan ook een pootje geven, hè? Maar dat doet hij nou niet. Oh, wat heb jij een uitgehongerd hondje. Maar hoe voelt 76? Nou, net als 75. Oké, okay, dat scheelt. En we hadden oliebollen. Waren erg lekker. Zijn. Zijn erg lekker. En we hebben... cadeautjes. Dit was de puzzel die ik had gegeven. Mijn zus had van hetzelfde merk, maar dan een gewone puzzel. Van iemand die aan het puzzelen is. Leuk is dat. We hebben een boek gegeven. Iets voor in de tuin. Bloemetjes. En een wc-kalender eraf. Ja. Wat is er? Vogeldinges. Oh ja, voor in de tuin. Vogeldingetjes. Wat heb je? En bloemen. En hele mooie bloemen, maar die hadden ze gisteren al gezien. Of minstens al eerder in de vlog. Maar die staan heel mooi hier. Die zijn prachtig. En we kijken lekker top 2000. Ja, en ze heeft ook nog hele mooie amaryllissen gekregen. Maar die moeten nog even uitkomen. Ze zijn gewoon stelen. En van Marijn heeft ze deze gekregen. En van kennen ze deze. Nou, lekker verwend zeg maar. Appie, drankie. Top 2000. Alleen even zonder geluid. Een moeder, een nerveuze hond. Het ging eigenlijk heel goed, maar nu is hij een beetje aan de tippel. Hé? Ja. Maar. Je bent allemaal maar een beetje gek, hè? Je kunt die knallen niet zo goed plaatsen. Er zijn er hier ook wel knallen bij dat je denkt zo. Dat zelfs wij rechtop zitten, hè? Ja. Ja, en af en toe is er hier al vuurwerk, maar nu even niet. Het is hier heel donker, wacht even. Gelukkig 2024 jongens, het is bij mij nu ook eindelijk 2024. Maar ik ga vuurwerk kijken, ga ik je mee?
inmiddels is het standje polletje piek, maar dat moet u mij voor lief nemen. 2 januari, ik ga een video van oud en nieuw editen. Ik was daar deels thuis, deels bij mijn moeder. Ik heb niet heel veel gefilmd, omdat ik gewoon ook nog niet heel fit was. Maar ook omdat ik gewoon het heel gezellig vond om met mijn moeder gewoon lekker naar de top 2000 te kijken. Gezellig samen te kletsen. We hebben echt een fijne avond gehad en een hele fijne dag. Dus ja, ik had zoiets van, dat hoeft niet. Dus dat is goed zo. Dankjewel voor het kijken. Hele fijne dag. Als jij deze video 's morgens hebt gekeken, kijk je 's avonds. Slaap lekker. Mooie dromen. Wie weet is er vanavond een live. Dat kan ik niet in de toekomst kijken. Maar wie weet, houd even in de gaten. Aankondigingen komen via Instagram of Facebook. Dus mocht je me daar nog niet volgen, dat is wel een idee. Ik zie je heel graag morgen terug. Dus tot dan. Tot morgen. Doei.